Jahan Baks. Dos Santos niet. Uit de kluts heel even Buitens. Lastig voor Ter Avest. Vlaar. Lucas er blijkbaar niet op de aanwezigheid van Vlaar gerekend. Krul. Oeh, daar is Unal. Snel. Steekpaasje is goed. Haps. Haps wil het zelf doen en daar ligt Marsman in de weg. Dat het contact zojuist dus net niet helemaal goed was. Dat hij die bal nooit had kunnen krijgen. Jahan Baks, handig. Nu langs Bijen. Van der Lely is daar ook al weg. Kortom, er ligt wel heel veel ruimte. Dan moet Andersen er naartoe. Maar wie is er nog voor het doel? Daar is Ter Avest ook naar binnen gekomen. Laag op Jensen. En Jensen met een niet onaardige poging. Wat leert Frezer hiervan? Die zal natuurlijk ook wel weten. Ik moet er naartoe. Ik moet kijken. Maar weet ook wel dat qua intensiteit, qua beleving, deze wedstrijd volstrekt onvergelijkbaar is met de wedstrijd die AZ volgende week gaat spelen. Goeie paas dit. Unal. Goed meegenomen ook. Het hakje is slim. Jeboa met het schot en de redding van Krul. Het mooiste wat we deze voetbalwedstrijd hebben gezien. Haps. Die is er langs. Haps krijgt hem hard voor. En de redding van Marsman is niet heel overtuigend. Klieg. Geen echte schietkans. Deze voorzet is ook niet slecht en die zit erin. Het doelpunt van Twente. Andersen staat daar. En Klieg krijgt de complimenten, natuurlijk. Voor een geweldige voorzet. Zoveel gevoel, zo goed gegeven. En Lucassen laat zich kloppen in de lucht. Volgende kans voor Twente leek eraan te komen. Dat voorkomt Vlaar. Een balletje van Bellassani. Dos Santos naar Jahan Baks. Heeft hij de controle? Ja, Weghorst. Schot geblokt. Jahan Baks. Zo. Dat is ook knap. Hij ligt perfect om in te schieten. Maar hij schiet hem over. Dan nu Dos Santos eruit. En Friday erbij. Jahan Baks. Voorzet van Friday, overstapje slim. Buitens, nee. Tekenend voor AZ eigenlijk. Publiek zeer ontevreden. Je ziet dat ze echt wel willen. Dat zou ook wel in het strafgebied komen. Maar net op het moment dat er iets zou moeten gebeuren wat op een schot lijkt, gaat het mis. Frezer zal denken dat als AZ zo speelt in die bekerfinale, Vitesse een goede kans moet maken. Dit is een overtreding. Andersen gaat daarvoor geel krijgen. En die gaat er uit de kluts in. Dat is weer een gelukkige treffer. En dat is weer een eigen doelpunt. En je verzint het eigenlijk niet. Dit is eigenlijk niet onmogelijk. Het gebeurt wel eens vaker. Maar hoe vaak? Ja, dit is wel extreem knullig. En een eigen doelpunt, dat is één. Maar twee keer in één seizoen. Jongen, jongen, jongen. Weer Friday. Vrije trap. En hij heeft al geel. Wordt dit de tweede voor Andersen? Of krijgt iemand anders hem? Nee. Hij gaat niet naar Andersen, die er natuurlijk ook bij betrokken was. Maar ik heb de indruk dat Mococcio de gele kaart krijgt. Ja, wel. Toch Andersen. Ja. Hij moest het blijkbaar nog even controleren. Bellassani verlengt. Friday is lastig. Jahan Baks geeft voor. Weghorst niet.
Marsman voldoende, het hakje op! En alsnog, nee Marsman. Hoe is dit mogelijk? Wuitens voorkomt een schitterende treffer van Friday. Wuitens voorkomt het, want die haalt de bal van de lijn. Bellassani, net genoeg en dan ligt het weer open. Is het 2 tegen 2, Weghorst is nog voor het doel. Wat doet Friday? Doet hij het zelf? Ja! En hij bekroont een geweldige invalbeurt met de winnende treffer. Fred Friday. Ja, hij kan erom lachen. Hij is er blij mee. AZ wint. Het hakje was hem niet gegund. Toen stond Hooiveld in de weg. En Friday doet het nu zelf. En er staat niemand meer in de weg om de treffer te voorkomen. Nu kan dan eindelijk echt volledig het vizier van AZ op de bekerfinale. Dat wat al zo lang eigenlijk het geval is. Nu naar de Kuip, naar Vitesse. Om die bekerfinale te spelen en te winnen.